Wanneer doe je het goed als ouder en houd je het ook nog leuk? Talloze boeken en opvoedgoeroes schetsen een spookbeeld van losgeslagen, verwende kinderen. Filosofen en ouders Stine Jensen en Frank Meester zoeken naar een balans tussen kinderen doodknuffelen en ze totaal vrij te laten. Ze nemen oude en nieuwe denkers mee naar het theater in De Opvoeders. Volgens mij moet jij vandaag kopen, Miras. Ik? Ja, het is maandag. Ja. Maar het komt echt ook alles in het uit, al zou het moeten. Kom je niet uit? Nee, op geen enkele manier. Wij durven niet meer tegen onze kinderen te zeggen, nu is het afgelopen. Nou, als we een kwart over zes afspreken, dan lukt het wel. Doe het even samen. Op welke leeftijd mag je een kind een aardappelschilmesje geven, is dan wel eens een vraag. Ja, probeer het maar. Broccoli. En wil je daar dan pasta of rijst bij? Jij bent aan het koken. Een mens wordt pas mens door zijn opvoeding. Dus je moet opvoeding ten eerste nooit onderschatten. Want anders blijf je toch een soort aangeklede aap. Het is alsof je een afspraak met hem maakt en dan zegt te gek, we gaan dat doen. En vervolgens laten jou al het werk doen. Jongens, we kunnen gaan eten. De Opvoeders. Stine Jensen en Frank Meester in 5 bijzondere theaterlezingen van het Humanistisch Verbond en Human. Aanmeldingen en kaarten via de website deopvoeders.nu.